even niet over corona hebben. Waar moeten we het dan in godsnaam over hebben? Nou, maar even over het lekkere weer, toch? Dat vind ik heel lastig. Want het is wel 24-7 corona inderdaad. Over het stralend mooie weer en lekker genieten. U bent wel blij met het weer? Ja, heerlijk. Lekker eten, lekker drinken. Over gezelligheid, spelletjes doen. Eindelijk is weer de gelegenheid om in de tuin te gaan werken. Vorige week min 12, nu plus 12. Midden in februari, ik vind het heel bijzonder. Lekker buiten zijn. Lekker buiten zijn. Lekker van de zon genieten, het begin de voorjaar. Ja. Je ziet het om je heen, vrolijke gezichten, lekker zonnetje. Ja. Ja, ja, ik denk dat iedereen er toch wel een beetje aan toe is. Wat gaan we doen dit weekend? Allerwarmste. Wat gaan we doen? Op z'n allerwarmste. Oh, op z'n allerwarmste. Ja, is dit allerwarmste of kan het nog warmer? Nog warmer. Het is hartstikke druk, ja. Ja, zeker. Ja, en u mag niks zeggen, hè? Ik mag niks zeggen, want daar hebben we afspraken over gemaakt. Ja. Maar ik wil één ding toch wel zeggen. En ik wil natuurlijk wethouder Koos en Kaya van harte feliciteren, want die is jarig vandaag. En een hele fijne dag toe wensen. En heel veel mooier kan het niet worden. Mooier kan het niet worden, want deze dag hebben we speciaal voor haar uitgekozen. Of het mooie weer. Ja. Ja. Is daar nog iets verder van te zeggen, behalve dat het mooi is? Nou ja, ja, mooi. Het is lente, hè. Dus ja. Andere tijden breken aan. Ja. En dat is voldoende. Ja, toch. En de markt ook genieten. Heerlijk, toch? Het is wel behoorlijk druk, hè, toch? Vers inkopen doen. Ja? Je kan het over familie hebben en over de mooie dingen in het leven. Ja. Die er zijn en koesteren wat we hebben. En, ja. Het is nu wel heel erg druk, ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar je moet wat vroeger gaan, dan valt het mee. Dan valt het mee. Oh, okay, ja. Okay. Ga iedere week mee, hè? Nog steeds? Nog steeds, ja. Om te dragen, al die jaren, om de spullen te dragen en af te rekenen. Nee. Oh. Nee, dat, ik draag alleen. En de bloemen, die zijn voor? Nou, dit is voor een buurvrouw, die was jarig, dus dat hoort er ook. Okay. Kortom, er is genoeg te vieren nog, ondanks al dat andere gedoe. Maar corona is natuurlijk echt langzaam maar zeker. Maar daar hebben we het niet meer over. Nee, gelukkig. Als we het even niet over corona hebben, waar moet het dan over gaan wat u betreft? Nou, de tijd daarna natuurlijk. Ja, ja, die en is hoe er ook weer. Eruit? Oh, die ziet er heel florissant uit. Ja, ja, u bent... Het is net als na de oorlog, dan leeft iedereen weer op en gaat weer nieuwe dingen doen. Alleen, het is thuiswerken, thuiswerken, thuiswerken. En bevalt dat? Nou, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ja, ja. Dus u mist uw collega's? Uiteraard. Ja, 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 dat is gewoon zonde. En de interactie, dat is één. En twee, ook gewoon het bewegen en eventjes iets anders dan alleen maar gewoon thuis bezig zijn. En gewoon even bij de koffieautomaat na kunnen praten over wat Ajax weer gedaan heeft. Precies inderdaad. En vooral wat Ajax doet. Dus helemaal eens. Wat heeft u allemaal in de aanbieding? Ja, ik heb een Spaanse lekkernijen. Ja. Ja, zelf geïmporteerd. Ja. En u ziet hier een verzameling van fouets tot 21 verschillende soorten. Catalaanse woedeworst, chorizo's. Vleeswaren van Iberico, heerlijke honingen, sausjes, manchego kazen, olijfolie en azijn. Je houdt niet meer op? Nee. Lente. Lente. Ja, zonnetje had je al gezegd. Ja, ik sluit me er eigenlijk helemaal bij aan. Je hebt de lente in de bol? Ja, ja, ja. Ja. Ja? We zeiden net al, misschien kunnen we volgende week op het strand liggen als het zo doorgaat. Kijk, ja, want het is wel een gekke tijd, hè? Ja. In een moment staan we op de schaatsen en het volgende moment kunnen we in de genie. En dan na corona, wat gaan we doen? Reizen? Ja, want dan ben ik afgestudeerd en ik heb heel veel gespaard in de coronatijd. Ja. Dus dan ga ik er lekker gewoon als het kan een jaar op uit. Ja, was dat een bijkomend voordeel van de coronatijd? Dat u dit kon sparen? Ja, zeker weten, ja. En waar gaat de reis heen? Naar Zuid-Amerika. Kijk. Kijk, en dan gewoon lekker rondreizen? Ja, met een backpack lekker rondreizen. Geweldig. Zeker. Nou, ik hoop dat het snel kan gaan gebeuren. Ik hoop het ook. Ik kom hier vanwege de markt. Ja. Maar lekker erheen wandelen, want dan ben ik langer buiten. Ja, ja, ja. En de klokjes weer horen. Ah, heerlijk man. Ja, hier kom je toch voor? Komen de klokjes in de tuin ook al boven? Kom ook boven. Het was al een tijdje geleden dat ik de winkelstraat in was gelopen. Ja. En ik zei wel van het lijkt net alsof de lockdown zo voorzichtig gaan weer eens opgeven. Want er zijn steeds meer winkels open, lijkt het wel. Ik weet niet of ze ook elke open zijn. We zijn er collectief klaar mee. Ja. 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 Morgen toch even ook weer de zon in. Maar dan denk ik dat ik toch het eigen balkonnetje verkies. Want daar moeten ook weer wat bloemetjes en zo komen. Dus eerst bloemen kopen hier, plantjes. Ja. En dan gaan we het weer gezellig maken. En op je eigen balkon kun je de afstand bewaren. Nou, dat niet. Het is bijna zo groot als een Frans balkonnetje. Oké. Maar je mag toch maar één persoon op visite hebben. Ja, dat lukt. Het is nu vooral veel klagen over het online les. Ja, maar dat is wel iets waar ik me veel mee bezighoud. Ja, ja. En school, mis je het?
Ja, ik mis het heel erg om fysiek in de les te zitten, zeg maar. Ja. Ja. Ik vind leren heel leuk, alleen de opleiding waar ik nu op zit wat minder. Ja. Maar als we het moeten hebben over iets behalve, hè, dan zou ik eerder zeggen wat wel kan. Dus één persoon even opzoeken en gewoon gezellig buiten een rondje wandelen. Ja. Koffie halen bij je lokale ondernemer, dat gaan wij zo ook zo doen. Ja. Coffee to go. Coffee to go, ja. Okay. Ja, zeker. Okay. School, wat doen we ermee? Gewoon uitzitten, denk ik. Gewoon uitzitten? Ja. Sterkte met uitzitten dan eigenlijk. En blijf gezond. Ja, geniet van het weer. Lukt het een beetje eten. Studeren? Het is moeizaam, het is lastiger. Ja, maar, online. Ja, precies. Ja, vooral heel veel niet ook. Wat mis je het meest? Contact met klasgenoten. Ja. Gezellig even bijkletsen bij het koffiezetapparaat. En wat vindt u van het beeld? Ja, vind ik wel leuk. Doet het u ergens aan denken? Nee. Ja, misschien scheikunde vroeger of zoiets. Ja. Nee, want we zouden het niet over... Nee. Daar hebben we het niet over. Nee. Nog mooie plannen voor het weekend? Nou, in ieder geval naar buiten. Hoe dan ook. En verder, licht aan het einde van de tunnel? Ik hoop het. Ja, wat doen we dan als dat licht volop aangaat weer? Ja, nou, dan hou ik ook mijn hart vast. Ja? Want dan gaat natuurlijk alles los. Ik ga lekker naar buiten, wandelen. Ja, ik denk dat u niet alleen bent buiten. Nee, met mijn vriendin of met mijn man. Ja, ik hoor niet anders. Iedereen zegt, we gaan naar buiten. En thuis heb ik het ook goed. Lekker lezen, boeken, stapel boeken gekocht. Kortom, u komt het weekend wel door. Gaat mij goed. Ja, het leven is toch wel goed. Ja? Vooral nu de zon schijnt. Ja. Het leven is goed. Dat zou een liedje kunnen zijn. Dat is het denk ik ook. Ja. Waar is het voor? Voor straatpraat. Wat we nu aan het doen zijn eigenlijk. Mag ik? Ik was benieuwd, de bloemen, voor wie zijn die? Nou, die heb ik van mijn moeder gekregen vandaag, kijk, net. Dus, was dat speciaal of gewoon domweg? Voor de gezelligheid. Dat je gewoon op zaterdag thuis moet komen met een lekker bosje bloemen. Dat hoort erbij. Anders ben je niet op de markt geweest. Niet op de markt geweest.